We zijn hier vandaag in Schoten met Manus om een aantal multiplexbureaus op te halen. Dat zijn platen die normaal op het containerpark zouden belanden en daar laagwaardiger gerecycleerd zouden worden. Dat wil zeggen versnipperd worden, verbrand worden. Maar zoals je ziet, zijn nog van voldoende kwaliteit. En dat is wat mijn buurman probeert te doen. Zo weinig mogelijk afval laten ontstaan. Dus deze multiplexplaten kunnen we bij buurman nog perfect inzetten in een nieuw leven. Buurman is een circulaire bouwmarkt en wij verzamelen lokaal resthout. Wij verwerken dat en we zetten dat terug ter beschikking voor bouwers, voor do-it-zelfers, architecten die er dan mee aan de slag kunnen gaan. Maar evengoed wordt dat materiaal ook ingezet om mensen te leren klussen, cursus meubel maken, workshops, teambuildings, bedrijven. En op die manier proberen wij ook het zaadje te planten rond circulariteit en duurzaamheid. En dat het ook anders kan. Want als je dan weet dat een bouw verantwoordelijk is voor 33% van de afvalstromen, dan was het hoog nodig om een alternatief aan te bieden. De materialen komen uit verschillende sectoren. Uit de bouw, uit sloopwerven, houtproductie, opruiming, faillissement. Bij het kappen van bomen, ook die worden gerecupereerd. En dan als die binnenkomen, verwerken wij die en komen die terecht in onze winkel. Eigenlijk, dit zijn planken dat we hebben gebracht van de slachthuis eigenlijk. Dat zijn de slachthuislaan. En we hebben die hier ontmanteld. En ja, soms moeten we die afkorten omdat terug te kunnen verkopen eigenlijk. Je zou snel denken dat buurman alleen inzet op circulaire economie. Maar eigenlijk gaat dat voor ons hand in hand met sociale economie. Het materiaal dat hier binnenkomt, dat moet meestal nog gedemonteerd worden of ontmanteld worden. En in dat opzicht is het ideaal dat wij kunnen samenwerken met een maatwerkbedrijf zoals Manus, die echt maatwerkprofielen hebben, die het nodige geduld hebben en de know-how hebben om die vele arbeidsuren dat daarin kruipen rond te werken. We zijn aan het ontmantelen, nagels eruit trekken van hout om dat terug te kunnen gebruiken. En ja, ik vind dat leuk eigenlijk, ik doe dat graag. Ik werk graag met hout en zo. We zijn een onderzoek gestart om te kijken hoe dat we het selectief slopen van bouwafval efficiënter kunnen maken, zodanig dat dat een rendabel model is. Om dat onderzoek te doen, moeten we kijken hoe dat we efficiënter kunnen werken en hoe dat we de taken kunnen onderverdelen, dat dat behapbaar wordt voor maatwerkbedrijven. En daar hebben we eigenlijk de kans gekregen van de provincie Antwerpen via een subsidie en de lening van Trivident om dat op te schalen, dat onderzoek, zodanig dat we verschillende werven hebben, verschillende bouwzones eigenlijk, waar dat we samen met een opdrachtgever kijken hoe dat we heel dat proces kunnen optimaliseren. En dat is super fijn, want zo is er minder afval en is er meer materiaal dat kan hergebruikt worden. Trivident Provincie Antwerpen is een fonds opgericht op initiatief van de provincie Antwerpen in 2017 samen met Trivident. En dat is het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie. Met de bedoeling om naast de subsidies ook leningen te kunnen aanbieden aan circulaire ondernemers en ondernemers die zorgen voor bijkomende jobs in de sociale economie. Zo staan we hier bij Buurman, die een renteloze lening kon ontvangen van Trivident Provincie Antwerpen, die hen toeliet om de verhuis naar deze loods te financieren, waardoor dat ze veel meer ruimte hebben om alle circulaire activiteiten verder te gaan ontplooien. Het is een renteloze lening, omdat zij ook bovendien samenwerken met een maatwerkbedrijf, dus met de sociale economie. Dus als dat voldaan is, krijgen zij een renteloze lening. Even, hè.